staan toch op elkaar voor een spektakelstuk. Dag allemaal, van harte welkom bij al de voorlaatste aflevering van de Champions Club van dit seizoen. Want de finalisten zijn bijna bekend natuurlijk. We zijn op weg momenteel dan toch naar een All English Final. Manchester City en Liverpool hebben hun heenmatch in de halve finale gewonnen. En deze week verhuist het Champions League circus naar Spanje voor de returns. Met een wedstrijd in Bernabeu en in El Madrigal of het Estadio de la Cerámica. We gaan vooruitblikken op die terugmatchen met Frankie van der Elst en Gert Vrij. Dag mannen. Goedemiddag. Dag Nicola. Gert, fijn dat je er kon bij zijn vandaag, want we zijn nu maandagmiddag rond 2 uur. Je hebt nog een flinke dag voor de boeg. Ja, wij vertrekken straks al naar Valencia. En dan morgen reizen we dan met de auto vanuit Valencia naar Villarreal. Ja, en wij, dat is jij met Peter van den Bent. Ja, met Peter van den Bent samen, ja, dat is waar. We zijn dus speciaal wat vroeger begonnen aan deze opname, maar ik denk het vooruitzicht van een diner in Valencia op een maandagavond, dat is ook niet verkeerd. Ja, maar ik ga je toch een klein beetje met de voeten op de grond moeten zetten, want het weer is niet goed. Oei. In Valencia. Nee, het regent er en het zal er ook morgen nog regenen en niet zomaar een beetje. Dat dus, hadden we niet het besteld. Het is maar 14 graden, dus dat is echt slecht. Dat is slechter dan hier. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Ja. Oké, okay. Frankie, wij moesten normaal gezien ook onlangs naar Villarreal. Ik heb je die reis door de neus geboord en mezelf een zelftest, helaas. Ja, maar in het kot was het ook leuk. Ja. Goed, maar je bent er nog niet geweest, hè? Nee, ik vond het wel. Ik vond het wel jammer. Dat is natuurlijk zo. Hè. Je bent op een bepaald moment ben je al op veel plaatsen geweest. En de plaatsen waar je dan nog niet bent kunnen komen, daar kijk je wel naar uit. En dat was inderdaad wel een grote ontgoocheling, Nicola. Nee, de eerste keer Villarreal is leuker dan de 10e keer Camp Nou. Ja, om maar iets te zeggen. Terwijl dat iedereen zou denken van oh, Camp Nou. Maar ja, Villarreal is een keer plezant. Ja. Mm-hmm. Ja. En vooral de ambiance rond het stadion ook. Je merkt echt van, dit is nog niet te groot of te commercieel of te toeristisch. Weet je, iedere supporter dat daar nog zit, is ene die daar in het dorp woont, zal ik maar zeggen. Ja. Geen Japanse, Aziatische, nee. Chinese... Nee, niks tegen de mensen op zich. Tuurlijk niet, maar het is iets een fenomeen dat je wel vaak ziet. Natuurlijk. Ja. Het geeft ook hoogstwaarschijnlijk een echtere sfeer, een echte voetbalsfeer. Ja, absoluut. En de kans dat je nog een keer naar Villarreal kunt voor de Champions League. Ja, ik zeg niet dat onbestaand is, dat is zeer zeker niet, maar die kans is... Het zal wellicht niet volgend seizoen zijn. En ook zo in het centrum, hè, dat is ook zo, nog die stadions van vroeger, ja, gewoon pal in het centrum. Hè, en je denkt van, ja, hier toch geen stadion, maar goed, het stond er vroeger, dus het staat er nu nog altijd. Dat is wel tof, dat zag ik in Sevilla ook zo, daar hebben we ook zo dat gevoel. Ik ben aan het zoeken naar nog... Liverpool. Liverpool is ook wel, zo, dat is waar. Valencia was ook zo. Klopt, het nieuwe stadion is nog altijd niet klaar. Gert, en kan je het helse ritme nog aan? Want vorige week dus waren wij in Engeland voor de 2 matchen. Vandaag vertrek je alweer voor 2 wedstrijden in Spanje. Oh, ja, en zaterdag zat je in Charleroi. Ja, ça va nog. Hè. Maar ja, vorig weekend was ik er even van tussen. Maar ik heb even een knaksje gekregen. Een klein beetje ziek geweest. Maar nee, ik ben topfit. Ja. Frankie, jij was zaterdag ook over de taalgrens te vinden. Ik was op Serrain tegen RWDM. Ik keek er echt naar uit, maar ik ben mijn kater teruggekomen. Ja. Ik was heel, om te beginnen al, de wedstrijd was niet te geweldig, vond ik. Maar goed, dat snapte ik nog wel. Maar wat er na de wedstrijd gebeurde, dat snapte ik niet. En dat op je 61ste verjaardag? Ja, dat ook. Dat nog. Je dat nog moet meemaken? Dat moest ik ook nog verwerken. Trouwens. Dat moest ik ook nog verwerken, 61 jaar worden. maar ik was echt ontgoocheld toen ik naar huis, ik wou bijna zeggen, reed. Alleen voor een stuk, want we zijn samen gereden, Jeroen Rob en Bram van den Dries en ik. Maar ik was echt wel ontgoocheld, dat was triestig om dat mee te maken. En ook omdat het niet de eerste keer was dit seizoen. Ik was ook op Standaard Charleroi. Daar al toch al vieze rellen gezien, maar ook zaterdag. Hij gaat ogen tekort om... ze waren op een bepaald moment links ontvechten, centraal ontvechten, rechts ontvechten. Ja. En ook de heftigheid waarmee dat er daar op elkaar geklopt wordt en gestampt wordt. Ik ben daar gewoon niet goed van. En dat snap ik. Het hoort niet. Het is ver weg ook van de glorie van het kampioenenbal, waar we nu wel vandaag gaan over praten. Natuurlijk genoeg over die vermaledijde Jupiler Pro League. We gaan eens kijken naar het programma van de week in de Champions League. Veel matchen zijn er niet meer natuurlijk. Nog 2. Villarreal speelt op dinsdag thuis tegen Liverpool. Moet een 2-0 achterstand ophalen.
verloren op Anfield en Real Madrid. Wie weet kunnen zij nog de finale halen. We gaan het zo meteen bespreken. Zij verloren met 4-3 op het veld van Manchester City. En de Citizens die reizen nu naar Bernabeu. En laat ons misschien een keertje atypisch beginnen met de wedstrijd die pas woensdag wordt gespeeld. De laatste match, maar wel degene waarover het meeste te vertellen valt, denk ik, op basis van de heenwedstrijd. Gert, ik denk dat jij het goed hebt samengevat na de wedstrijd, na afluiten. Wat heb je gezegd toen? Wat voor wedstrijd was het? Ik weet niet meer expliciet wat ik juist gezegd heb, maar meestal zijn mijn samenvattingen zo vlak na de match wel heel goed. Ik vond dat eigenlijk dat City, ik weet niet wat dat is wat je bedoelt, maar ik vond eigenlijk dat Real, naar mijn gevoel, had Real een pak slaag gekregen van City. En toch was het resultaat maar één goalverschil. Het is exact wat ik bedoelde. Ja, dat vond ik. Dus gevoelsmatig was City veel en veel beter. En hadden ze Real, bij wijze van spreken, om een beetje overdreven voetballes gegeven. En toch maar 4-3. Dat vond ik zo absurd aan die match eigenlijk. Ja, dat is een raar gevoel. En ik denk dat ze daar zelf ook wel mee sukkelden, City, achteraf. Van, hoe moeten we ons er hier nu bij voelen? Ja, ze hadden na was 12 minuten 2-0, denk ik. Ja. En nadien nog 3-4 echt goede kansen. Na een half uur had dat beslist kunnen zijn. Had dat 3-4-0 moeten zijn. En dan ineens uit niets Benzema. Is ook zo. En als je het nog verder redeneert, en dat is natuurlijk redeneren die dat je in voetbal niet echt mocht maken, maar als je die eerste 10 minuten of 12 minuten ervan tussen haalt, of even buiten gedachten laat, dan verliezen ze zelfs. Ja. Dan verliezen ze eigenlijk in die 80 minuten nadien, verliezen ze 3-2 zo gezegd. Van Real, terwijl dat je echt wel veel beter bent. Nou ja, sleutelmoment, misschien na de 2-0 was er nog een goede mogelijkheid. Mahrez, die de bal niet geeft aan de vrijstaande Foden. Ja. En aan De Bruyne ook. Ja, er waren twee opties. Ja, ik denk dat Foden misschien zelftrap met rechts bedoel je. Ja, inderdaad. Maar er waren verschillende momenten. En inderdaad, als je naar de statistieken kijkt na de wedstrijd, qua doelpogingen en ballen tussen de palen, helemaal in evenwicht was dat niet, maar is er uiteindelijk niet zo heel veel verschil geweest. Nee, terwijl dat inderdaad de gedachte had van... Gevoelsmatig was dat. Maar 7 doelpunten in een halve finale. Frankie, wat was jouw gevoel achteraf? Hoe heb jij die match beleefd? Je was niet in België We zaten er ook alle drie met een beetje ongeloof. Hè? Maar het was wel een geweldige wedstrijd. Natuurlijk een van de wedstrijden die je binnen een aantal jaar nog wel zal bijblijven. Maar en ook, ik denk, als Real de finale niet haalt of hem niet wint de Champions League, gaat het toch ook de Champions League campagne van Real zijn. Dat gaat ook bijblijven. Want het is een topseizoen in de Champions League. Maar helemaal gekleurd door Real. Ja. Dankzij die comebacks, door het feit dat ze in de wedstrijd blijven. Chelsea, allemaal. Zij hebben dat. En toch, Gert, er werd gezegd de dag nadien, of zelfs 's avonds nog, een van de allerbeste Champions League matchen van de voorbije jaren. Maar in het stadion zelf hadden wij niet echt dat gevoel door het gebrek aan sfeer. Hè? Ja, ik vind dat we gaan altijd al een beetje... Hoe moet ik dat zeggen? Vooringenomen naar City. Maar het werd wel weer bevestigd. En het werd eigenlijk bevestigd, ja. Omdat in eender welk ander stadion zou bij die wedstrijd en bij dat eindresultaat het dak eraf zijn gegaan. Ja, en daar is dat niet, hè. En dat begint eigenlijk al voor de match, hè. En Nicola, ze willen dan eigenlijk een beetje kunstmatig toch wat sfeer creëren. Ze geven iedereen een vlaggetje en dan zwaait iedereen 2 minuten met zo'n vlaggetje. Maar ja, het komt niet van binnen. Was er geen DJ-moment? Toch wel eens, Er was een DJ en die doet zijn best, hè, jongen. Ja. En dat is allemaal wel mooi om te zien, maar dat komt niet van binnen. En als je nu, we zijn samen in het Atletico geweest, dat komt van diep van binnen. Hè. Dat is rauw. Ja, Anfield een dag later ook. Anfield ook, dat is rauw. Dat komt van binnenuit. Dat is... Nee, dat gaan ze nooit kunnen creëren. Kunt dat nooit nadoen. Ja. Maar is het ook niet de manier van voetballen dan? Van City zelf? Ja. Als je dat vergelijkt met City en Liverpool, de manier van spelen bij Liverpool, dat was tegen onder in duur. Het is ook wat je zegt, de waardeverhoudingen, Gert. Ja, bij momenten in die eerste helft deed City wat het wou met Real Madrid. En ik denk dat dat ook meespeelt op de tribune. Je bent niet meer verbaasd hoe sterk je ploeg is, want je veegt elke week bijna de vloer aan met de tegenstand. Dat is zo. De gewenning is een dooddoener in het voetbal natuurlijk. En ze zijn veel gewend, hè. Mensen daar die daar komen kijken. Maar het zit vooral ook in de historie en het gebrek daaraan van de club in zijn geheel. Daar kunnen ze niet aan doen. Hè. Mensen die daar vandaag werken kunnen daar niet aan doen natuurlijk. Gaan ze winnen, denk ik, dit seizoen?
Allee, wat... Want dan, ik zat nog een keer na te denken, het gaat nu niet over onze pronostiek dat wij dan... Nee, maar het is toch wel opvallend... Frankie had Liverpool gezegd, ja. Nee, daar wil ik niet... Nee, maar het is, ik vind het... Ik zat er nog eens over na te denken. Ja. Ik weet nog niet precies met hoeveel mensen dat we dan pronosticeren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk geluk, hè. Een stuk of 10, denk ik. Ja. Maar ik dacht... Toch opvallend dat er maar één iemand City heeft gezegd. Ja, maar dat geeft weer, Fox, in zo'n pronostiek zit er toch ook altijd een stuk fan in, of niet? Beetje... Ja, maar het is toch opvallend dat wij, je zou denken, City, de manier en hoe die voetballen en Guardiola... Een finalist voor dat, ja, dat je toch meer dan één iemand hebt die zegt van, het gaat City zijn. Wat? Ja, maar niemand van ons aller analisten en journalisten is uitgesproken fan van City. Niemand. Ja. Nee, maar ja, je kan als je zegt, oké, we gaan pronosticeren, dat toch even opzij zetten en dan kijken naar... Ja. Nou, hoe geweldig ze ook spelen. Ja. En toch zegt er maar één iemand. Ja, dus ja, ik vind dat ook wel... Nee, ik vind van de prestaties... Allee, in die ronde halve finale... De beste prestatie was die van Liverpool. Mm. Ook al City en Real er een fantastische match van, onder elkaar. Maar de beste prestatie was van Liverpool. Ja, was indrukwekkend. Ja. Aandacht ook wel voor de prestatie van Kevin De Bruyne. Want City was heel erg goed en dominant in dat eerste half uur. Met dank ook natuurlijk aan onze landgenoot. Mahrez met meteen een uitstekende bal voor De Bruyne. Oh, wat een goal! Kevin De Bruyne. Hij deed het in Bernabeu een jaar of twee terug. En hij zet hier Man City meteen op voorsprong. 2 minuten, nog niet eens gespeeld. Kevin De Bruyne. Hij scoorde de enige goal tegen Atletico in de vorige ronde. En hij klopt meteen zijn collega Rode Duivel Thibaut Courtois. Geweldige assist van Riyad Mahrez. En wat een droomstart voor City. Ja, De Bruyne met een kopbalgoal, dat kan hij dus ook, mannen. En alweer gescoord in die knock-outfase. Gert, dat eerste half uur was hij wel indrukwekkend, vond ik. Ja, absoluut. En we hadden het er voor de wedstrijd nog over gehad, hè, over het middenveld, vergelijking van het middenveld. En daar de grote surplus, en zo maakte hij ook die goal, is nog die infiltraties. Hè. Ook al is die ruimte nog maar kort tegen de achterlijn, maar die 20 meter is voor hen genoeg om daar toch nog in te gaan. Ze hebben veel van die fases waarin dat ze in de 16 meter toch nog de diepgang hebben en dan met een pass teruggelegde bal scoren. Dit nu rechtstreeks op een indraaiende voorzet. Ja, dat is een absoluut surplus, wat moeilijk te verdedigen. Het is ook de timing, hè, bij deze. Hè. Ja. Hij vertrekt echt op het juiste moment. Ja. Hè. Niks te vroeg of te laat. Ja. Dan gaf hij ook nog de assist voor de 2-0. Ik vond het eigenlijk onbegrijpelijk dat hij daar zoveel tijd en ruimte kreeg. Als je dat moment laat aan De Bruyne... Oké, het was ook nog wel niet goed verdedigd vervolgens, maar de voorzet mag je eigenlijk al niet laten geven, toch? Ja, en ik zoek daar eerder de fout bij Militao. Die zit daar echt helemaal op de zijlijn. En ik vind als centrale verdediger... Ja, je mag wel een klein beetje uit dat centrum gaan, maar als je op de zijlijn terechtkomt... En ik maak nu nog eens de vergelijking, dat gaat Chiellini of Bonucci, die gaan dat niet voor hebben. Mm-hmm. Die laten zich niet wegtrekken tot op de zijlijn. Waardoor dat ze centraal 3-2 komen, mm-hmm. zit die in het voordeel. Hè. Dus dat is waar. Maar inderdaad, ja, het gevolg daarvan is dan ook veel tijd voor De Bruyne. Ja. Dan mag je hem natuurlijk niet geven. Want bij De Bruyne heb je nu... is niet meer de vraag van gaat hem een geniale pas geven en wanneer. Dus de vraag is, hoeveel gaat hij er geven? Geef hem een klein beetje tijd. En de ene na de andere komt eruit uit zijn voeten. Hè. Er was zelfs nog een mooiere, denk ik, Gert. Ja, die een beetje later doorgespeeld. In de ruimte op Foden. Ja, fantastisch. De bal ging er uiteindelijk naast, maar dat was de moeilijkheidsgraad van die paas. Ja, wereldpaas, absoluut. Ja. Maar daar ook, het oogt zo makkelijk. Tuurlijk. Ja. Ja, ja. Okay. Fractie van een seconde en toch juist tot op de centimeter. Ja, inderdaad, ja. De snelheid en net schitterend. Foden die was ook goed, die scoorde ook. Voorzet van Fernandinho maakte hem makkelijk af. Ik zag hem de assist geven dit weekend tegen Leeds voor de 3-0. Mm-hmm. Ik zou hem ook wel graag in een centrale rol zien spelen, maar ja, hij kan ze niet allemaal daar zetten. Maar als hij daar kan vertrekken... Heeft hij al gedaan, op de club, op club onder andere. Tegen Real was het vooral op de linkerkant. Nee, maar dat vond ik ook als valse 9, vind ik hem ook heel sterk. Ik denk dat hij die rol het best invult. Oké, De Bruyne heeft dat ook al moeten doen. Maar hij doet dat fantastisch. Ja. Soms hebben ze te veel kwaliteit. Hè. Als je ziet dat Grealish de laatste tijd, die is ook vooral invaller. Hè.
Dat is waar, maar speelt ook niet zo goed. Nee, als je nee, iemand noemt maar, die niet, dan dus... Maar in principe heeft hij het toch in zich, op basis van wat we... Ja, wat, ja. Maar ik bij vind, City... Ik vind dat eigenlijk een onnodige transfer. Onnodig, ja. Daar ben ik het mee eens, ja. Oké, dank. En Mahrez, mannen... Ja, Gert, die was misschien wel de meest ongelukkige vorige week. Hè? Ook nog ja, een die had graag. Ook zeker kunnen scoren en eigenlijk wel moeten scoren als je streng bent. Nu vond ik dat geen eens zo verkeerd gedaan. Het is natuurlijk, wordt moeilijk gemaakt omdat Courtois goed uitkomt. Hij is zijn doel goed verkleind natuurlijk. Maar goed, dat soort bal tegen de paal, dat is bij mij toch ook wel een groot stuk tegenslag geworden. Mm. Of hetzelfde geld als bal meer binnenkant ja. Gaat binnen. Ja. Goed, Real Madrid kon dus, we hebben het al vermeld, ondanks alles de schade beperken. En ja, dat was geen toeval dat het alweer te danken was, dat feit, aan Karim Benzema. Daar komt Karim Benzema. Hola. Panenka. Panenka. Ja, hij maakt dit seizoen nog spectaculairder dan het al was. Het werd 4-3. Benzema scoorde twee keer. Gert, we hoorden jou even tussendoor. Ja, want... excuses nog eens, maar af en toe, ja, als ik echt verschiet, dan ontvalt mij wel eens een woord. En ik was dan blij dat het alleen maar Ola was. Dat had ook iets anders kunnen zijn. Maar, nee, maar dat is toch waar. Allee, minuut 82, het is een gigantisch verschil of dat je die wedstrijd afsluit met twee doelpunten verschil of met één. Dus dat is een ongelooflijk belangrijke penalty. En dan dat doen... Nee, ik vind dat is fenomenaal. Ja, de monden vielen open bij iedereen, hè, Frankie. Ja. Ik weet niet hoe jij dat nee, maar... ja, hetzelfde. En het scheelde niet veel, hij zat niet ver onder nee, de lat. Ja, maar toen hij vertrok, ik dacht, hij is erover. Echt waar. Maar nee, goed, de paar dagen ervoor mist hij er twee. Hè. Mm-hmm. Hij mist twee penalties in de competitie. En dan een Panenka. En dan doet hij een Panenka. En wie doet dat? Hè? Wie kan er onder druk en onder de grootste momenten van stress en druk op de schouders, wie presteert er daar nog? Hè? Wie blijft er daar overeind? En bij een penalty, dat is bij uitstek een fase waarin je veel tijd krijgt om na te denken, waar er veel gasten onderdoor gaan gewoon. Met alles wat hij... dit jaar al gedaan heeft, zowel in de competitie als in de Champions League. Ja, dat is fenomenaal. Hij zit dan 14, 9 keer gescoord in die knock-out fase. Ook al een tweetal hat-tricks natuurlijk. En de 2-1, de eerste aansluitingstreffer, ja. Dat was ook een prachtig doelpunt eigenlijk. Ja, absoluut. Hè. Niet zo makkelijk, hè, want de bal gaat toch botstreden. Voorzet vanaf links. Ja, botste niet. Het was inderdaad direct tot bij hem. En dan met links, klein beetje onder druk. Niet te geweldig daar van de verdedigers. Stond wat verkeerd, maar... moeilijk, hè, op die manier een binnen tikken. Via de paal weliswaar, maar gewoon... Ja, het lijkt alsof, en dat ze hem oneer aandoen, dat alles hem... van hem afgeleid. Meevalt. Ah, meevalt, ja. En dan ga je natuurlijk voorbij aan het grote talent dat hij sowieso is. Maar hij presteert fenomenaal, echt waar. Ze zeggen altijd, hoe lager het niveau, zeggen ze altijd van, ja, een goede keeper en een goede spits moet je hebben. Ja. Dus vooral, hoe lager het niveau, maar bij hen geldt dat eigenlijk op het allerhoogste niveau. Ja, Courtois, in die wedstrijd, hij nam de vierde goal van City op zich. Ja, nee, dat mag hij maar doen. Dat was een bizarre fase voor zijn ook wel. Status, ja. Voor zijn status mag hij dat op zich nemen, want ik schrok ook wel een beetje, ik riep niet Ola, maar ik schrok ook wel dat hij geen reactie had. Nee, ik had toch wel een uitgestoken arm verwacht. Ja. Hij had de vrije trap verwacht na de fout van Kroos. Ja, hij was zeker verrast, denk ik. Eerst inderdaad, omdat hij dacht, het is een vrije trap. En dan ineens het schot. Zag hij, dat zei hij ook, zag hij niet vertrekken. Ja. Maar het was ook wel een geweldig schot, hè, van Bernardo Silva. Wat betekent dit resultaat nu voor de terugwedstrijd? Kunnen we daar iets uit afleiden, of niet? Bij mij, ik denk dat City heeft het voordeel. Oké, ze hebben natuurlijk een goal voor, maar ook... Is het genoeg? Komen ze nog in de problemen? Dat kan nog wel, hè. Als het lang 0-0 blijft tegen Atletico Madrid, kwamen ze ook nog in de problemen op het einde. Had dat ook zomaar gekund. Op een andere manier. Op een andere manier, dat wou ik er nog aan toevoegen. Ik zie niet Real hetzelfde doen dan Atletico. Er vol de beuken ingooien in het laatste kwartier. Maar ik heb zo het gevoel dat City deze wedstrijd ook wel eens zou kunnen winnen gewoon. Gert? Ja, City is voor mij favoriet, maar dat was voor mij PSG ook. En dat was voor mij Chelsea ook. En die bewezen dat ook op het veld, dat ze beter waren van Real. En zijn alle twee moeten afdruipen. Ja. Dus wat dat betreft kun je moeilijk een voorspelling doen. Maar ik vind City wel zijn tot meer in staat en tot beter voetbal in staat. Real Madrid is nu wel net kampioen geworden. Die boost hebben ze ook gekregen. Vlotte zege tegen, maar Espanyol 4-0. Mm-hmm. Hebben jullie de foto gezien van Ancelotti met de sigaar? Ja. Geweldig, hè? Ja, top, geweldig. Absoluut. Dat zegt eigenlijk alles over hem, denk ik. En over hoe hij als coach in het leven staat.
Heeft gaven om zo'n een groep geweldig goed te managen. Op een, zo lijkt het, natuurlijke, gewone manier. Zonder veel ja, gebaren en uitspraken en veel gedoe. Dus ja, en ook ja, de eerste coach die in de vijf grote competities dat kampioen wordt. Ja, ik denk, er zijn andere coaches, als ze dat realiseren, die wel op een andere manier uitpakken bij hem. Okay. Mm-hmm. Hij geniet daarvan. En hij zonder bril en sigaren. Ja, het is natuurlijk wat dat we doen, omdat je te ver afstaat en omdat je de mensen in kwestie gewoon ook niet kent natuurlijk. Maar je wordt sowieso altijd in een hokje gestopt. Ja. Hij is dan de vaderfiguur, mm-hmm. zoals Frankie zegt. En de man die goed kan omgaan met de sterren. Maar nog meer zijn dan dat. Maar het is niet alleen dat natuurlijk. En Guardiola is ook niet alleen maar een tacticus. Hè. Dat is evengoed een vaderfiguur op momenten dat het moet. Hè. En Klopp is ook niet alleen maar een heavy metal coach. Hè. Dat is ook er is nog nuance. Het is nee, ik denk dat je moet van alles, je moet ongelooflijk veelzijdig zijn als coach. En je moet zelf ook, en dat is het belangrijkste, en dat is bij hem niet zo zichtbaar natuurlijk, maar je moet ongelooflijk veel energie hebben. Om daar elke, en dat zie je. Hij is 62 en straalt dat niet uit. Nee, voilà, hij straalt dat niet uit, maar hij moet dat ook hebben. Anders kunnen we het niet volhouden gewoon. En dat zie je meer bij mannen als Tuchel en Klopp en Guardiola natuurlijk. Langs de lijn is hij een sphinx. Hè. Daar zie je maar ja, veel goede vervangingen gedaan. Ja, dat wil ik niet zeggen op het. Ook beslissingen durven nemen. Al voor de wedstrijd natuurlijk, met opstelling, maar ook tijdens de wedstrijden. Ik vond ook ja, zonder Casemiro en dan ik vond dat een aanvallende opstelling. Hè. Op City, ja. Ja, dat vond ik Rodrigo. Wel. Ik had wel... Casemiro die komt terug in het elftal. Alaba, dat wordt kantje boord, die is uitgevallen. Dat wordt wellicht niks, dat zal wellicht Nacho zijn. Centraal achterin. En bij City zal Walker het wellicht niet halen, Cancelo wel. Dus ja, allebei Cancelo, eentje erbij en eentje die niet fit geraakt. Dus de verhoudingen, het zal wel niet echt daardoor beïnvloed worden. Goed, maar jullie gaan ervan uit dat City doorgaat, noteer ik. Ongeveer toch, Gert? Zij zijn favoriet. Ja. Maar, ja. En dan gaan we naar de volgende halve finale. Hè, want op Anfield speelde Liverpool dus tegen Villarreal. En het klassenverschil was toch wel erg groot. Henderson overgenomen, krijgt hem terug van Mo Salah. Afgeweken bal en binnen. De voorzet valt in de goal. Jordan Henderson juicht en Rulli is gefrustreerd, maar het staat wel degelijk 1-0 voor Liverpool. Na 53 minuten de voorsprong meer dan terecht. Salah krijgt ruimte aan de rand van de 16, moet je niet doen, daar is de kans voor Mané. En het is 2-0. Het is 2-0, Sadio Mané. En dan gaat het plots snel op 2 minuten tijd van 0-0 naar 2-0. De vierde Champions League goal van dit seizoen voor Sadio Mané. 2-0 was de uitslag, Frankie. Jij was toen te gast in de studio. Ja. Je hebt dat met genoegen vastgesteld, dat Liverpool wellicht naar de finale gaat. het waren, Gert, 3 dolle minuten eigenlijk, maar terecht en compleet verdiend. Het had meer kunnen zijn ook. Dat is zeker niet gemakkelijk, hè, tegen een ploeg die zo laag verdedigt en dat ook goed doen. Want dat is de reden waarom dat ze zo ver zijn geraakt natuurlijk. Omdat ze dat onderdeel van het voetbal gewoon heel goed doen. In een laag blok en dan toch weinig kansen weggeven. Ik kan niet zeggen dat Liverpool geen kansen had de eerste helft, want er staan er hier toch nog een stuk of 9 op mijn blad, dus dat is niet niks. Niet allemaal 100% kansen, maar goed, wel goede doelpogingen. Goed, en dan is dat wachten. De eerste te maken is de moeilijkste, hè, in dat soort matchen. Maar een keer dat die dan viel, dan gaat het dan toch plotseling gemakkelijker ook. En dan zag je bij Villarreal toch ook wel... Dat het wat gebroken was in één keer. Ja, die hebben nauwelijks een doelpoging kunnen bij elkaar voetballen. Geen bal tussen de palen. Ja, er werd er eentje genoteerd, maar dat was een poging die eigenlijk de naam niet waardig was. Maar het was vooral ook de manier waarop Liverpool Villarreal eigenlijk 90 minuten lang onder druk zette. Op geen enkel moment gewoon toeliet dat Villarreal een counter kon op gang brengen. Ze zaten er iedere keer onmiddellijk bovenop. En ze hebben dat de hele wedstrijd lang volgehouden.
En het enige waar dat zij zich dan een beetje kunnen over beklagen, dat ze geen derde hebben gemaakt. Dan was het definitief beslissen, alhoewel dat je nu ook wel de indruk hebt dat het bij Klopp 2-0... noemde dit nog een gevaarlijke uitslag, maar zijn we het daarmee eens? Maar 3-0 had veiliger geweest natuurlijk en helemaal gebeurd. Maar ik denk niet, als ze opnieuw gefocust zijn, en dat is voor mij de grote kracht ook van Liverpool, dat is altijd taakgericht, elke keer opnieuw, competitie ook, match na match, om de 3 dagen taken uitvoeren en met veel energie, elke keer opnieuw. De matchen die ze niet hebben gewonnen in deze Champions League campagne, die zijn er gekomen nadat ze de heenwedstrijd hadden gewonnen in de knock-outfase tegen Inter en dan tegen Benfica. Mm-hmm. Dat is ook een beetje... Dat heeft ook te maken met dat taakgerichte, denk ik. Als het niet per se hoeft, nee, dat is waar, maar ook wel in een periode, en ik heb me ook gezegd, we daar commentaar aan het geven, was in een periode, eind februari, begin maart nog, waren ze nog niet zo goed aan het spelen als dat ze nu bezig zijn. Dat is inderdaad zo. Ze zijn steeds beter geworden. Ik heb ze nu zaterdag ook, jij ook hoogstwaarschijnlijk, tegen Newcastle gezien, zo met een stuk of 5 anderen erin. Ja. Maar dat was weer goed. Weer goed, natuurlijk. Dat was gewoon van in het begin geconcentreerd. Klein beetje verdedigen en dan omschakelen. En ook de nieuwe jongens, de andere jongens, ook gewoon meedragen. Ja, het waren Gomez, Matip, Milner, Keita en Jota, dacht ik, die gespeeld hebben. Milner ook op zijn 36e nog goed betrokken bij de winning goal. Oh ja, twee nieuwe. Op het middenveld geen Thiago en geen Fabinho. En vooraan was er geen Salah. Die aan de wedstrijd zijn begonnen, maar dat was gewoon echt goed, want ja, het was een match die niet te onderschatten was tegen Newcastle. Nee, die we hadden, wat was het? Ja, na nieuwjaar zag ik het tweede beste gepresteerd sinds nieuwjaar in Engeland. Liverpool 1, dan Newcastle en dan City. Maar uiteindelijk was het 0-1, maar zowel het balbezit als de doelpogingen volledig in voordeel van Liverpool. En dat was gewoon een goede competitiewedstrijd. Wat zei onze taxichauffeur, Gert? Weet je nog wie wint de Premier League en wie wint de Champions League? Hij was fan van Man United. Ja, hij was fan van United, ja dat is waar. En, heb je geluisterd? Nee, ik weet hij zei... Laat op de avond. Het was in de heenrit. Nee, dat geldt dan niet als excuus. In de terugrit zaten dan heb ik gewoon niet geluisterd. In de terugrit zaten we niet in dezelfde auto, Gert. Ah nee, dat is ook waar. Ah, okay. Hij zei, Liverpool wint de Champions League, City wordt kampioen. Het is nog altijd 1 punt verschil, het zal misschien wel tot op de laatste speeldag aankomen. Maar meteen na afluiten op Anfield zei je ook, Gert, iets over de passing van Liverpool. Ah ja, die maken nooit eigenlijk... De enige paas die niet aankomt, is eigenlijk door een goede onderschepping van een tegenstander eigenlijk. Maar zelf een foute paas geven. Hoe vaak gebeurt dat in een match? Eigenlijk nauwelijks. Er is daar niemand... die dan echt een paas mist, of echt een controle mist, dat is allemaal zo goed en quasi aan 100%. Ik zeg het kan wel eens zijn dat er iemand tussen zit. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een slechte paas was initieel. Het voorbeeld daarvan was Thiago, masterclass, man van de wedstrijd. 103 passes verstuurd, 99 aangekomen. Ja, dus, dat is fenomenaal. Dat is het bewijs. Hè? Ja. Wat vonden jullie van zijn match? Goed. Allee, Gert en ik hebben daar al vaker over gesproken, over Thiago. Pro en contra. Nee. Ik heb... We hebben dezelfde mening. Okay. Ja, maar de Gert Gert heeft hem ooit van dichtbij bezig gezien in Bayern en je was onder de indruk. En ik zeg tegen Gert, bij Liverpool, voor een aantal weken, heb ik dat nog niet gezien. Is het vaak geblesseerd geweest natuurlijk, maar ik vond het vaak te vrijblijvend voetballen. Balletje krijgen, balletje spelen, links, rechts. Maar dan tegen Man U, de competitiewedstrijd, een week of 2 geleden, fenomenaal goed. Zijn beste match op Anfield. De ene schitterende pas. Tot tegen Villarreal. En vooruit. De lijnen heeft er daar eentje maar kunnen geven tegen Villarreal op Alexander Arnold. Het was dan een overtreding. Ja. Ook omdat er tegen Villarreal gewoon geen ruimte was tussen de lijnen. Maar tegen Man U was dat fenomenaal goed. Ik heb nog een bericht gestuurd. Ik zei, Gert, gisterenavond, Thiago, want je had de wedstrijd niet kunnen kijken. Fenomenaal was hij. Dus ik ben bijgedraaid. Ik moet herkennen. Nee, maar ik geloof wel, ik volg Fox wel een beetje naar gevoelsmatig ook zo. Hij bij Liverpool, ik vind dat een ongelooflijk goede shotter, en altijd gevonden. Maar de match met Liverpool... Is er nog niet helemaal geweest. Dat heb ik ook niet altijd gezien.
Maar wel als hij natuurlijk heel goed speelt. Maar hij is ook veel bezig, Fox. Ik heb het tegen Nicola ook gezegd. We houden zo. Dus ze gaan ten aanval. Ja, ja, ze trekken ten aanval. Voilà. Wat blijft er nog over? Ja, allee, ja. Van Dijk en Konaté of Matip. Dus twee centrale verdedigers. Fabinho er nog. En dan is het hij, hè? En al de rest is weg. Dus hij is zowat de vierde van, kan ik ook nog mee of moet ik blijven? Dat is altijd maar goed ik had kijken. Nu, ik had nu de indruk, want ik heb er een keer dan speciaal op gekeken tegen Villarreal, was Robertson vaak nog de derde. Dat ze toch niet... En omdat Lewis vaak echt op de zijlijn stond. Ja. En dat, want die spelen toch iets meer bescherming. Ja, die spelen, die kan een paar keer naar binnen en trappen. Ja. Dus, maar ik vind hem ook scherper, fitter dan wat ik van hem voordien bij Liverpool heb gezien. Het was een topavond voor Liverpool en opvallend nieuws één dag nadien, want op Liverpool TV was er het nieuws over de contractverlenging van Jurgen Klopp. Luister eens naar de aankondiging die de Duitse coach zelf deed. There's something to announce. Like last time, some will like it, some will not like it too much. If it will not like it, stop watching now. I stay for another 2 years. And not only me. No, all my coaches as well, which is the most important, actually. Why is now the question? Because Olaf wants to stay. And as a good husband, what are you doing when your wife wants to stay? You stay. That's not the only reason, but it's one of the reasons. You know, I love our club and it's the best place to be. I feel really, really lucky. What is now 6.5 years ago, FSG thought it would be a good idea to bring this German fella in. And here we are, and we'll stay for another 2. Makes it 4 from now on. Wow, that's a long time in football. Hope we all will enjoy the time together. See you soon. Ja, een opvallende timing misschien, of net niet. De quadruple wordt veel over gesproken. Maar het is sowieso een topseizoen. Hè? Dus vinden jullie het een logisch moment om hem tot 2026 nu vast te leggen? Jurgen? Dat vind ik wel, ja. Dat nu gebeurt, vind ik echt wel een mooi signaal. Wetende, dus, dat geeft zeker geen twijfel meer. Hè? Ja. Dus het is duidelijk, oké, klopt, onze coach blijft hier nog twee jaar langer. Dus dan op een moment op een belangrijk moment in de competitie ook. Hè. Dus ik vind dat wel. En zei het zelf, Gert, 6,5 jaar al. Ja, dat is lang. Dat gaat vooruit. Ja. Het zou zijn derde Champions League finale kunnen worden met Liverpool. Eentje verloren, eentje gewonnen. Maar nooit een slecht woord van een speler of van een ex-speler die daar weggaat of weg moet. Niemand zegt daar iets slecht van. En als je het hebt over energie, ja, natuurlijk. Dat is wel het voorbeeld. Hè? En ook die taakgerichtheid, je moet het er maar in kunnen rammen, hè, Frankie, dat die spelers dat zo goed oppikken. Nou, ja, natuurlijk, dat is de moeilijkheid. Hè. We hebben het daarnet gehad over Ancelotti. Hij doet dat een beetje op een andere manier, of het is een andere persoonlijkheid. Maar de moeilijkheid op dat niveau is spelers zo ver te krijgen dat ze exact spelen zoals een coach het in zijn hoofd heeft. Hè. Oké, Simeone kan dat ook, dat is ook maar een beetje iedere op zijn manier. En dat is echt wel mooi dat je ziet aan een ploeg van oké, stempel van de coach zit er volledig in. Mm-hmm. En dat is bij Klopp. Van in het begin al, ik herinner mij, als hij daar in het begin is toegekomen, dat hij heel snel al zag echt zijn hand. Je zag er heel snel... Nog met Coutinho, de manier van bij Dortmund in terug. Fat Four, juist. En, want dat hebben ze nu ook. Mm-hmm. Jota is erbij gekomen. Misschien zelfs meer dan Forrest. Ja, 4. Lewis, als je Firmino daar nog bij mag rekenen, en eigenlijk moet dat, hebben ze er meer dan 4. Zijn jullie, tot slot, heel kort nog over Villarreal, zijn jullie sympathie verloren voor die Spanjaarden? Want ja, er werd gezegd, ze spelen wel heel defensief, maar konden ze het anders doen tegen dit Liverpool, met de middelen die ze hebben? Zeg maar, nee, ik heb nog altijd de sympathie. En ik snap dan ook die kritiek niet eigenlijk. Ik heb daar een Engelsman bezig gezien. Talksport Radio. Ja, die sprak over een schande voor de Champions League. Maar Gert, jij had meer voetbal verwacht van hem, denk ik. Ja, toch een beetje meer. Ik ben mijn sympathie niet verloren. Maar niet zeggen van Atletico is afbraakvoetbal en Villarreal is sympathiek. Nee, dan over dezelfde kamp scheren. Maar Atletico heeft meer financiële middelen misschien nog? Nee, dat is zeker waar. Maar, Maar Villarreal of Liverpool liet het niet toe tegen Villarreal.
om echt iets te creëren. En ook, ook City was gewoon veel te sterk voor Atletico. Mm. Op een bepaald moment, ja. De waardeverhouding, ja. Stonden die daar, ja. Is dat nog de enige manier om overeind te blijven? Om een terugwedstrijd eventueel te redden? Alright, Gert, we gaan afronden, want jij moet stilaan richting Zaventem vertrekken. Ja. Wat mag ik jou nog wensen vandaag, behalve hopelijk wat zonlicht? Een veilige vlucht, hè. En een paella vanavond. Mensen die op een vliegtuig stappen, wensen je een veilige vlucht, Nicola. Wow, dat komt meestal aan. Ja, is dat een les? Nee, want niet iedereen komt aan. Ja, dat valt nu toch wel mee. Al de vluchten die je al hebt gehad, denk ik dat je er niet te veel problemen hebt bij gehad. Veilige vlucht, Gert. Ik wens je een lekkere paella in Valencia, de specialiteit van de streek. Ja, want vorige keer hebben jullie pizza gegeten, dat kan eigenlijk. Oh, Jullie sturen geen bericht naar huis als je geland bent. Je stapt in een vlieger, je komt aan, geland. Je stuurt geen berichtje van veilig geland? Ik bel een keer. Niet meer. S'avonds bel ik. Ja. Frankie, jij komt naar de studio woensdag. Ja. Je zit daar dan met Boudewijn Zende, hè? Boudewijn Zende komt morgen, dinsdag. Ah. Ja, Toby Alderweireld. Nee, ik kom morgen. Je komt morgen, oké. Dan is het mijn fout. Goed. Ik kom morgen. Ik geef nog mee dat onze gasten naast Frankie van der Elst deze week zijn. Boudewijn Zende dus, inderdaad, dinsdag. Maar ook Toby Alderweireld, woensdag, die komt langs. Die heeft Champions League gespeeld in Azië met Aldo Heil. Maar ze is nu in België, dus die komt langs. Twee finales gespeeld. Hebben ze hem gewonnen? Het was nog maar de poelenfase. Ja. Ik denk wel dat ze zich geplaatst hebben. Goed, Gert, bedankt. Een veilige rit en vlucht. En Frankie, jij tot morgen. Veilige rit, want ik krijg terug bij jou. Ja, dat zal een probleem zijn dan. Ja. Goed, tot dinsdag en woensdag op onze TV-kanalen. Ciao.